Vrijdagmiddag, de tweede week van de lockdown. Ik ben de hele week het huis niet uit geweest. De kinderen zijn thuis, ik ben onderwijzer. Mijn businessmodel is opgeblazen, want ik heb helemaal geen presentaties meer. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Maar ik ben wel de hele wereld langs geweest deze week. Naar China, naar allerlei interviews gedaan. En daar wil ik eventjes iets van laten zien. Als we even kijken van wat ik voor jullie in de nieuwsbrief heb klaarstaan, is één, een super interessant interview. It's an English interview, so I'll basically talk about it in English. Jurgen Meijer, he lives in China. I met him a couple of times. He's Dutch. He brought the chip card, over a chip card here to the Netherlands. And he talks about how things happen in Vietnam. 100 million people, 100 cases. And the total desperate different view between Holland and America and Europe versus Asia, where they really want to lock down the virus and basically get rid of it in all times. And basically you can see the Vietnam with 100 people and zero deaths is really reducing the economy with 50% at the moment. And we just are much more laid out. It's really interesting. He also talks about China, how that works. So, tweede waar ik eigenlijk de hele week mee bezig ben geweest, is de coronatest. Nou, we hebben veel en veel te weinig testen. Alleen als je hele heftige symptomen hebt, dan mag je het krijgen. Maar er was ook een enorme discussie nog in gisteren bij Jinek. En ook Esther de Rooij moest verklaren waarom ze te weinig leven kon leveren. Nou, iedereen zit omhoog. En ik kwam eigenlijk dit bedrijf tegen, CTK Biotech. Het is een bedrijf wat een hele bak met testen maakt. Echt honderden miljoenen testen van alles en nog wat. En die hebben dus ook een coronavirus testen gemaakt. Ze komen uit 1997, werken 250 mensen. En het is echt een serieus bedrijf waar ze heel veel testen doen. Nou, die hebben dus een coronatest gemaakt. En dat hebben ze gelanceerd. En dat wordt nu ook in Nederland aangeboden. Nou, en wat is dan het aardige? Deze test is een rapid test, werkt ongeveer als een zwangerschapstest. Je doet één druppeltje bloed erop. En dat is dan, en 10 minuten later weet je of je het hebt of dat je het hebt gehad. Het meet de antibodies daarin. Nou, er is ook nog een laboratoriumversie. En hier is nog een PDF-file. Die links staan allemaal in de video. En je kunt ook zien dat in Australië, die advertenties zijn vreselijk, maar in Australië zijn er al 500.000 van deze heen geshipped. Nou, het bedrijf Mayumana, daar heb ik de CEO. En dat is zeg maar Bas heb ik daarvan geïnterviewd, Bas Verleg. En die legt uit hoe die wat dit bedrijf is, wat het virus, wat die zeg maar die test doet. Hoe betrouwbaar het bedrijf is, dat het maar €8 kost per stuk. En dat je dan in 10 minuten dat weet. En hij probeert al een week lang aandacht te krijgen van RIVM en de belangrijke virologen om dit te testen. Er zijn ook allemaal rapporten, dus er zijn allemaal performance rapporten. Ze hebben een test gedaan met 550 mensen. De product certification is beschikbaar, het clinical study report. Hij probeert daar doorheen te komen. Nou, ik hoop dat mensen die dit video zien, stuur dat naar mensen die dit kunnen beoordelen. Want hij wil de eerste 1000 testen, die komen nu naar Nederland. Die moeten worden getest en geverifieerd door laboratoria of dat die test goed is. En dan kan het hier in Nederland, ze kunnen 1 miljoen testen per week maken. Nou, er zijn natuurlijk meer mensen die het willen. Australië heeft er alleen al 500.000. Maar dat is dus echt interessant. Kijk eens naar dat interview, hoe het is om nu in deze tijd iets nieuws, zeg maar, door de molen heen te krijgen. Want iedereen komt natuurlijk met suggesties. Maar ik vond dit een geloofwaardig iets en ik hoop dat mensen daar naar kijken. Als je dit ziet, lees het, geef het aan mensen die dit kunnen beoordelen. Want er komen nu 1000 en die moeten geverifieerd worden. En dan even iets leuks. We hadden de virtuele vrijdagborrel. En dat was echt wel geweldig hoe dat ging. We gingen gewoon met 2000 mensen zijn we langs 8 huiskamers gegaan. Allemaal artiesten hebben allemaal opgetreden. Dus Joris Razenberg. We hebben DJ Boris Smit. We hebben Leonie Jansen en Jeroen Kramer. En je kunt met de huidige technologie kun je zo makkelijk streamen. Het was echt geweldig hoe dat product werkte. Kon je gewoon met een telefoontje in de huiskamer, konden mensen gewoon optreden. En het was hartstikke leuk om dat te zien en dat te doen. Het was heel gezellig gewoon met elkaar. Er was een fotowall. En dit waren ook de mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Dus bureaus 1000 dingen, Are We Live, Squiffer, Esky Agency. En ik heb er dus ook aan meegedaan. Dus ja, dit was eigenlijk eventjes
Ik heb nog veel meer gedaan. Ik ben langs China gegaan om te kijken wat er allemaal met de zonnewereld allemaal aan de hand is. Nou, dat is echt geweldig. Daar kom ik volgende week op terug. Maar ja, het is een never spoil een rotten crisis. Er gebeuren hele goede dingen, maar het is in ieder geval belangrijk dat er nu besluiten worden genomen. Ik ben ook nog bezig met een corona-tracker, dat je een beetje kunt zien wie er in de buurt is geweest. Dat zijn ook heel veel van die applicaties die ermee bezig zijn. Dus kijk er even naar en help me met het promoten van die test. Die test die moet gewoon onder de aandacht komen. Oké, dankjewel. Hoi.